Dat is heel belangrijk, dat is de bron van al het leven en daar hangt ook heel veel mee samen. Dus hoe beter waterkwaliteit we hebben, hoe beter voor milieu en mensen en dieren. Nou, dat is eigenlijk onderdeel van je bedrijfsvoering in zoverre dat je door je verantwoord ondernemen, dat je dan zorgt dat het water minimaal niet vuiler wordt door jouw toedoen. Nou ja, waterkwaliteit is voor mij ook een heel belangrijk ding, want het is ook zo dat als mijn koeien in de wei lopen, dat ze ook water drinken. En ik kan ook zelf gewoon genieten van een mooie, schone sloot waar je van alles in ziet leven en bewegen. Wat zou ik zeggen? Ik denk dat de waterkwaliteit de laatste 15 jaar wel verbeterd is. Ja. Maar ik geef mijn koeien kleine water. En dat had natuurlijk eigenlijk niet nodig geweest, omdat ik de kwaliteit van het water toch niet vertrouwd. De koeien lopen buiten, wij passen weidegang toe en ze drinken uit de sloot. Dus waterkwaliteit is een heel voornaam ding. Toch de gezondheid van je vee. Het is het begin van heel veel leven en heel veel leven kan niet bestaan zonder water. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we goed en schoon water hebben. Ja, die rol van waterkwaliteit eigenlijk, die vind ik eigenlijk zelf heel belangrijk. Omdat ik natuurlijk ook nog kringloopboer ben. En ik ben echt heel bewust met mijn eigen mest bezig en een kunstmestgift naar beneden te stellen. En dat neem je natuurlijk ook via uitspoeling om zo minimaal te maken. Iedereen die een sloot beheert of heeft, die is daar natuurlijk verantwoordelijk voor. In eerste instantie Hoogheemraadschap en daarna vind ik zelf wel provincie, landelijke overheid en dan wij als ondernemers ook zelf. Je kan jezelf zeker niet uitsluiten. Natuurlijk is de ondernemer verantwoordelijk of grotendeels verantwoordelijk voor zijn waterkwaliteit op zijn erf en zijn land, maar hij heeft niet alles in de hand, zeg maar. En zeker in dit gebied niet, denk ik, in zo'n dichtbevolkt gebied als de Randstad. Dat is Delfland toch? Die gaat over water. Ja, ik denk dat hun de kwaliteit moeten waarborgen. Het water komt toch ergens weer vandaan en dat stroomt dan door jouw sloot. En je kan het zelf nog zo goed doen, maar als een ander bewijs er een potje van maakt, dan is jouw sloot ook niet schoon. Dus. Kijk, daar ligt een luchthaven, daar loopt de snelste weg van Nederland, de A13. Dat zijn toch wel, denk ik, wel belangrijke factoren die van invloed zijn op de waterkwaliteit. Ja, iedereen die wil water hebben en ze willen genieten van de natuur. Je doet allemaal kijken dat er niks zo min mogelijk verontreiniging in de sloten komt. En ik denk dat je daar met z'n allen voor moet gaan.